Hallo, we zijn vandaag bij het Prinsberg College, de cultuurdag, en we gaan weer een kijkje nemen. Ja, mooi. Want op een gegeven moment gaan we hier staan, dan is het zeg maar scène 40. Er is nu een theatervoorstelling aan de gang, maar wij gaan even naar de zangcursus kijken. Over wat voor zang gaat het? Zangen is natuurlijk gewoon één ding. En we zingen vooral popliedjes straks. En eerst moeten we natuurlijk een beetje stem opwarmen. En daarna gaan we popmuziek zingen. Ik vind zingen wel erg leuk, dus ik dacht, laat ik niet meer kiezen. En waarom vind je zingen leuk? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Het is gewoon leuk om te doen, denk ik. Ik vind zingen ook een van de leukste dingen die er is. En het is al helemaal leuk om met jongeren te werken die misschien of nooit hebben gezongen, of misschien wel. En om die wat verder te leren, dingen te leren. Wil je later iets doen in de zang? Ja, als ik het kan wel. 1, 2, 3, 4. De bezem, de bezem. Zelf zing ik in theater zing ik Franse en Nederlandstalige liedjes. En ik vind eigenlijk het leukste om popmuziek te zingen en dus Nederlandstalig. Maar dan niet de genre zoals Jannes en Frans Bauer en zo. Maar meer Herman van Veen en dat soort kleinkunstliedjes noem je dat. En wat vindt u van Wolter Kroes? Wolter Kroes vind ik een hartstikke goede zanger. Maar ik zou er zelf niet zo heel snel naartoe gaan. Ik ga jullie pen en papier uitdelen, maar dan hebben we zometeen ook nog natuurlijk iets nodig om over te schrijven. Ze houden hier verschillende workshops van beatboxen, popping locking, rap, theater en zang. En we gaan nu bij de workshop rap kijken. Als ik zeg hip, dan zeggen jullie hop, hip, hop, hip, hop. En als ik zeg L, dan zeggen jullie burg, L, burg, L, burg. Yeah. Hoe lang doet u dit al? Toen ik al in de luiers zat. Heeft u ook optredens gehad? In het verleden wel, ja. Maar nu treed ik niet meer zoveel op. Alleen voor de klas vind ik veel leuker. Het past beter bij me. Oké, zou ik wat vragen mogen stellen aan een van uw leerlingen? Snel. Snel dan. Ja. Wat heb je tot nu toe geleerd? Dat je moet vloeiend praten met rap. En dat je op de ritme moet zingen. Hoe vind je het om te leren rappen? Heel cool. Want? Ja. Ik vind het gewoon vet. En zeg make money, money, make money, money, money. Make money, money, make money. Zeg make money, money, make money, money. We hebben hier een cultuurdag. We gaan hier kijken bij graffiti en we zullen het zelf wel zien. Zoals je kunt zien, het is prachtig weer en de kinderen hebben heel veel zin in. Zie je al deze spuitbussen? Deze spuitbussen moeten allemaal op en dan gaan we op deze bord. Jonge artiesten straks gaan crap te spuiten. Dat ik mijn spuitbus een kwartslag kan doen, dan zet ik hem met de onderkant zeg maar, hier neer. Omdat ik namelijk belangrijk vind dat deze lijn precies in het verlengde loopt van die lijn. Hoe lang werkt u al? Ik doe het vanaf mijn 10e. Ik ben nu 6 jaar. Okay. Ik zelf even gaan rekenen. Ja, ik heb het best wel lang dus. Behoorlijk lang. Behoorlijk lang. En bent u nooit in problemen gekomen met dit? Ja. Met uw werk? Nee, om eerlijk te zijn niet. Nooit een keer opgepakt? Ik doe eigenlijk nooit, ik spuit eigenlijk nooit illegaal. Dus wat dat betreft, als je alleen maar legale dingen doet en opdrachten, ja, kun je ook niet in problemen komen. Oké, okay, dus dat is mooi. Ja. Oké. Okay. Is het leuk om zulke dingen op school te doen? Ja hoor, beter dan les. We zijn bezig met theater om met fysiek spel, te spelen. Je mag je gezicht niet gebruiken, daarom dragen we maskers. Oké, en waarom heb je voor deze workshop gekozen? Omdat ik 4 jaar theaterervaring heb en ik wil het laten doen in mijn vervolgopleiding. De scène maken dan met een masker op je face. Je pokerface. Het lijkt me wel leuk. Maar ja, ik had het als vierde keuze. Oké. We gaan nu een kaartje nemen bij manga tekenen. Maar als je iemand met haar gaat tekenen uiteindelijk, is het niet zozeer van belang dat je de nek gaat tekenen.
Wat vond je van deze dag? Ja, ik vond het wel leuk. Ik had manga, ik had er niet echt voor gekozen. Maar ja, het was wel interessant hoe je door middel van een heel klein van alles en nog wat kan tegenspreken. We gaan nu naar Zang, waar we vanmorgen ook al zijn geweest. En we gaan nu even kijken hoe het erbij staat. Dankjewel. Ja. Ik sta hier met Wendy. En jij hebt voor zang gekozen. En waarom heb je dat gedaan? Omdat ik heel erg van zingen hou en het me heel leuk leek. En heb je ook al wat geleerd hier vandaag? Ja, ik heb geleerd hoe ik moet staan met zingen en hoe ik mijn stem moet gebruiken. Ook nog iets van techniek of zoiets? Ja. Zoals? Ja, gewoon hoe je je stem moet gebruiken, hoe je je ademhaling moet houden en zo. En hoe moet het dan, ademhalen met zingen? Vanuit je buik. Welke workshop heeft u vandaag gegeven en geeft u nu nog? Wij geven vandaag de workshop rap. Oké, erg leuk. Zijn er al veel enthousiaste leerlingen langs geweest? Tot nu toe is iedereen super enthousiast. Nou, dat is goed om te horen. En is er nog een groep geweest die echt heel creatief was qua rap? Iedereen is gewoon super creatief. Welke activiteit had je gekozen? Ja, ik had manga. En? Dit. Of dit. Audiovisueel. Ik vond het heel leuk. Waarom vond je het heel leuk? Nou, het was heel was gewoon gezellig en zo. Ja, dat was perfect. Welke activiteit heb je gedaan? Ik heb audiovisueel gedaan en beatboxen. Ja. Vond je het rappen leuk? Ja. Waarom vond je het leuk? Nou, omdat je gewoon zelf een liedje ging schrijven. Wat je zelf al. Heb je er veel van geleerd? Jawel. Ik vond het een superleuke dag. Heel erg druk was het voor mij. Maar ik denk dat het voor jullie wel meeviel, denk ik. Wat ik heel erg leuk vond was het graffiti gebeuren buiten. En ik vind het heel erg leuk dat er heel veel gefilmd is door jullie. Want dan kan ik zelf ook een beetje alles terugzien wat er vandaag allemaal gebeurd is. Want ik ben natuurlijk bijna nergens echt lang geweest. Ik heb overal maar even heel kort gekeken. Ik heb het samen met mevrouw de Jonge georganiseerd. En zijn we heel druk mee geweest. Dat jullie het ook leuk hebben gevonden. Ik denk dat ik de rap heel erg leuk vond. Maar dat kwam omdat ze echt ook de leerlingen uitdaagden om wat van zichzelf te laten zien. Graffiti heb ik eigenlijk niet zoveel van meegekregen, maar volgens mij is dat ook wel leuk. Volgens mij zijn alle workshops eigenlijk wel leuk geweest, maar ik heb ze niet allemaal gezien. Dus dat weet ik. Geeft u liever les of deze activiteit? ik vind dit ook leuk, zo af en toe. Maar ik geef liever les. De hoek is al klaar.